een leuke plek te creëren voor ouders en kinderen vooral. Mijn hart ligt heel veel bij kinderen. En dat heb ik de afgelopen 2 jaar gedaan. Samen met 7 buurtmoeders hebben we een buurtlunchcafé opgezet. Een soort verkafte vorm van overblijf. Om ouders tegemoet te komen die het te duur was om school te kunnen betalen. En ook ouders die het gewoon financieel te zwaar hebben. En ja, een hapje eten tussen de middag, vooral warm eten. Dat is een hele leuke manier om een activiteit te doen met de kinderen. Als het gaat om individuele bewoners. Ja. Die hun krachten inzetten ook voor de buurt. Heb je het idee dat die voldoende gekoesterd worden? Nee. Nee, ik weet je, dat woord koesteren is een heel mooi woord. Maar soms vraag ik me af als een gemeente wel weet wat het woord inhoudt. Wat het betekent voor ons als de individuele bewoners die hier zo actief zijn. Ja, we krijgen een heel leuk buurtuitje. Dat zijn we ook, vinden we ook hartstikke leuk. Genieten we ook wel heel van. We worden dan even verwend. Maar ik denk, er zijn zoveel kwaliteiten in de wijk. En die kwaliteiten zou de gemeente eens goed naar moeten kijken. En samen met die mensen moeten kijken van wat zouden wij als gemeente voor jullie kunnen betekenen om deze kwaliteiten verder diepgang te geven en verder toe te zetten in de wijk. Nou, Vensterpolder is een tuin vol mooie bloemen. Prachtige bloemen, mannen en vrouwen, die zichzelf individueel hun expertise's, want ik zeg wij hebben de expertise's waar de gemeente gebruik leent van mag maken en met ons kan samenwerken en wij met hun. En maak daar gebruik van, maar maak het op een optimale manier gebruik van. En neem niet altijd alleen maar de professionele organisaties, zoals we de gemeente het ook benoemen, naar binnen en dat wij daarnaast moeten hobbelen. Maar kijk eerst wat je alvast hebt en maak een andere soort van samenwerkingskoppeling. Want nu moeten wij ernaast staan en wij kunnen onze ervaringen en onze deskundigheid kunnen wij aanreiken. En dat wordt aangepakt en voor de rest worden we weer aan de kant geschoven en er wordt er niks mee gedaan tot een volgend projectje dat weer op de proppen komt. En dat is jammer. Leidt dat ook tot dat mensen ermee stoppen? Mensen raken gedemotiveerd. Weet je? En mensen hebben ook zo van, ook de bewoners die je vaak bijbehaalt met activiteiten en die zeggen van, en wat nu? Jullie hebben zoiets moois gedaan en wat wordt er nu verder gedaan? Want nu heb je andere organisaties doen. En jullie zeggen dat wij moeten komen wanneer de gemeente dit en dit doet. Maar de gemeente die neemt niet aan wat jullie gedaan hebben. Want jullie moeten nu aan een andere organisatie alles overlaten. Ben je tevreden over de samenwerking tussen de organisaties hier in Vensterpolder? Ik vind dat wij als buurtwerkkamers een intensieve samenwerking moeten hebben. We zouden wat meer op een frequente manier werkoverleg moeten hebben. Elkaar meer inzage geven in onze activiteitenprogramma, je activiteiten delen en daardoor deel je ook weer je kwaliteiten met elkaar, dus je elkaar kan ondersteunen bij een activiteit waar je mee bezig bent op te zetten en uit te voeren. De samenwerking is nog niet optimaal. Waar merk je dat aan? In maart hebben wij door de gemeente een cursus aangeboden gekregen. Dat is de PPP samenwerking, positief samenwerking in de buurt. Maar niet iedereen kwam. We misten 2 andere buurtwerkkamers en medewerkers daarvan. En dat was dus wel het jammere. En ik denk dat als we dat soort cursussen aangeboden krijgen, moeten we dat met 2 handen aanpakken. Zodat we samen gewoon een nog sterkere vuist vormen om de wijk nog beter bij elkaar te kunnen brengen, de activiteiten nog beter tot z'n recht kunnen brengen en dat we ook aan de gemeente kunnen laten zien van wij staan voor wat wij doen door een prettige samenwerking. Wat we nu een eerste stap hebben gedaan is dat er de komende burendag 26 september hebben de buurtkamers wel een opstapje gedaan voor het samenwerken. We gaan de burendag doen, we gaan samenwerken, we starten in Spinnenwiel. Dan gaan we door naar Multibron en we eindigen de dag in Boeninghuis. Dus daar zie je dat een link wel gelegd kan worden, dat kan. En doordat we dit zichtbaar tonen, doordat we de buurt erbij betrekken en we laten zien van hé, wij als buurtkamers, wij werken samen, weet je. Dan kom je bij de gemeente die ziet van hé, deze mensen zijn zo goed bezig. Het is niet eigen naam dragen van oh nee, Spinnenwiel of oh nee, ik als buurtbewoner Farida, ik doe dit, ik doe dat, nee.